Je bent gewoon echt een vieze slet, Daniel. Slet. Hier op de zaak ben ik eigenlijk de bedrijfsherbalist, zoals je hier nu kunt zien. Dat staat dan in beeld zo. Ik ben de bedrijfsherbalist. Maar het was ons Valentijn, ons aller Valentijn, die Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 mocht spelen. Dat is natuurlijk ja, eigenlijk wel de meest herbalistische game die we ons ooit hadden voor kunnen stellen. Hoe beviel het verhaal? Ja, ik dacht ik doe een keertje geen Nintendo game. Ja, een keer iets wat nog wel een soort van kindvriendelijk is, maar absoluut niet van Nintendo. Het is wel een zombie game, dat is natuurlijk wel hardcore. Dat is wel relatief hardcore, ja. Ja, eigenlijk, wat is Plants vs. Zombies Garden Warfare 2? Het is het vervolg op het eerste deel, dacht ik al. Exact. Ja. En daar borduurt het ook echt heel lekker op voort. Want eigenlijk kwam deel 1 echt als een enorme verrassing. Ja. We kennen natuurlijk de casual game Plants vs. Zombies. Op je iPad, op je PC, je hebt het allemaal wel een keer gezien. Maar Garden Warfare was meer schieten. Exact, dat is echt gewoon in één keer een shooter. En iedereen had zoiets van, ja, wat stelt het nou voor zo'n game? Maar uiteindelijk was het gewoon een hele goede shooter eigenlijk. Het was best wel diepgaand ook, met verschillende klasses, verschillende wapens. En het ziet er misschien wel heel kiddy uit, maar qua shooter was het wel heel gedegen, toch? En het was aardig gebalanceerd en je kon eigenlijk, zat er een levelsysteem in. Dus ja, er zat best wel diepgang in en heel veel mensen die waren heel blij met die game. Ja, ook omdat hij volgens mij een tijd lang was hij ook gratis te verkrijgen via Xbox Live Games met Gold. En toen weer met EA Access en zo. Maar nu komt deel 2, dus hey, volle bak, ze gaan er weer tegenaan. Op welke manier voortborduren ze op dat eerste deel? Nou, het is eigenlijk heel simpel, want deel 1, daar waren heel wat fans eigenlijk wel lyrisch over. Maar het grote probleem was, die game was best wel leeg. Eigenlijk staat niet zoveel modi in, er staat geen story mode in. En eigenlijk hadden mensen zoiets van, ja, we vinden het tof, maar we willen meer in die game hebben. Ja. Daarom is Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 is gelijk. Ja, ze komen eigenlijk al met de deur in huis, dat is ook de slogan. Bigger, better, bigger. Ja. En dat is het ook. Exact, ja. Ik zag het ook in je review staan. Ja, bigger, better, better. En dan weer een keer bigger. Ja, maar wat houdt dat concreet in? Wat kun je dan verwachten eigenlijk in die game? Nou, eigenlijk de grootste toevoeging is de toevoeging van een paar nieuwe classes. We hadden er al 8 in principe en nu zijn er nog 6 bijgekomen. En die 6, ja, die hebben eigenlijk nog allemaal andere versies. Op een gegeven moment, je hebt natuurlijk in eerste instantie de normale versie, maar je kunt weer extra modi of extra versies kun je weer vrijspelen. Dat ze weer net wat andere moves hebben. Ja, maar dat is met die kaartjes toch? Dat is met die kaartenpakketjes moet je ook maken, dan vang je onderdelen van. Ik had bijvoorbeeld, toen ik een half uurtje bezig was, kreeg ik van de Chomper, een best wel vet wezen, kreeg ik dan de Power Chomper. En die had dan weer meer afstandsaanvallen en zo. Dus je hebt weer overal variaties op. Dus eigenlijk hebben we niet echt, wat zeg je, 14 klasses, maar een stuk of elke heeft wel een paar van die variaties. Dus je kunt eigenlijk uitgaan van zeg een 100 dozijn. Nee, dat is misschien een beetje aan de verre kant. Goed, maar in ieder geval genoeg versies om je bezig te houden. Ja, in ieder geval dat wel dus. Maar dat is niet het enige, hè? Want ik bedoel, de klassen zijn daar, maar je zei ook, er waren te weinig modi. En dat hebben ze volgens mij in dit deel ook opgelost, of niet? Ja, dat is dus best wel interessant. Ze hebben er een story mode in gegooid eigenlijk. Nou, daar moet je niet zo heel veel eigenlijk van verwachten. Dat is eigenlijk meer een soort verdere tutorial is het eigenlijk. Ja. Je hebt dan, je kent Dave natuurlijk uit de casual games. Die gast met exact. Dat is Dave. Nu heb je Dave Bot, dat is de robot, en die geeft je missies. En aan de kant van de zombies heb je dan Dr. Patient, die je allemaal missies geeft. Wat ook weer echt een fantastische naam is, Dr. Patient. Ja, maar dat is ook heel vet, want je kunt heel makkelijk gewoon echt switchen van de zombie naar de plantenkant. Ja, nee, maar want je hebt je eigen basis, toch? Je hebt een basis en vanuit daar kun je verschillende. Dus je kunt voor Dave Bot gaan werken, je kunt de multiplayer induiken, maar je kunt dan ook switchen naar de andere kant en daar dan weer verder gaan, right? Exact, en je hebt ook dan een automaat staan waar je van karakter kan wisselen, dat soort dingen. Het is gewoon echt wel fijn dat je echt 2 hubs hebt die ook echt afgesloten zijn. En daar heb je eigenlijk gewoon de basis en dan kun je eigenlijk de open world ingaan en daar kom je echt het oorlogsveld in. Ja. Dat is ook heel vet, want echt als je naar het epicentrum daarvan gaat, heb je ook een vlag staan en daar is eigenlijk de oorlog gaat het hardste elke keer. Oké, ik ben daar nog niet gekomen. Ik heb alleen maar in mijn eigen tuintje een beetje rondgelopen, maar hoezo gaat dat daar dan zo hard? Is daar dan de meeste... Waarschijnlijk heb je dat wel gezien, het is echt vlakbij. Als je tuintje echt net uitloopt, is het echt het eerste waar alles gebeurt. Oké, dan heb ik het misschien overhoofd. Daar staat een tijdje, daar komen alle characters komen die kant op. Op een gegeven moment komen ook als bosmonsters komen die kant op. En elke keer, je kunt er eigenlijk blijven shooten. Dus dat is heel wat te doen eigenlijk. Oh, je hebt ook daar een capture the flag mode eigenlijk in zitten. Waar je dan juist de vlag kan beschermen dan van de tegenstander. Oké. Nou, het is wel leuk. Het is in ieder geval een soort van. Er zit geen menu in. Het is een soort dynamische hub waar je ook nog in kan vechten. Oorlogsgebied in kan, van de zombies naar de plantenkant. En ondertussen heb je ook nog een hele leuke tuin. Ik heb persoonlijk een paardenbloem op laten blazen. Ja?
Ja, weet ik niet. Ze zei van, oh mijn god, als ik een peashooter zou zien, dan zou ik echt ontploffen. En toen dacht ik, oké, dus ik ga naar dat ding dat ik van een klasse kan verwissen. Ja. En toen kwam ik eruit als peashooter en toen ontplofte ze. Moordenaar. Ja. Eikel. Dat is echt de schattigste ding ooit. Ja, sorry. I don't know. In ieder geval wat ik nog even wil aanstippen, jij begon net al eigenlijk over dat kaartsysteem. Ja. En dat zit er eigenlijk weer in. Dat, ja, daar kun je fans van hebben en eigenlijk mensen die daar echt best wel zuur van worden. Want als je echt een specifieke upgrade wil, dan kun je echt kaarten na kaarten blijven kopen. Om het zo te zeggen. En dan kun je heel lang bezig zijn om echt een keer te hebben of te krijgen wat je wil hebben. Je merkt het vaker in games. Bijna alle multiplayer games gaan op een gegeven moment werken met van die cards. Al heet het burn cards of tarot cards. Je hebt altijd dingen dat je die moet verzamelen. Ik vond het persoonlijk wel heel erg verslavend. Dat je koopt zo'n pakje, je kijkt wat erin zit. Oh, ik heb wat plantjes voor in garden ops. En oh, ik kan nou een keer weer een nieuwe klasse of zo aanmaken. Dus ik weet niet, ik vind het wel verslavend. Maar wat vond jij ervan? Ja, zoals ik al zeg, het is eigenlijk een beetje, kijk, als je echt een specifiek monster wil, kan het best wel irritant zijn, want dan ben je echt gewoon echt aan het zoeken steeds, is het echt gewoon geluk. Ja, voor de rest, ja, je blijft er wel door bezig. En het is natuurlijk wel fijn, als jij deel 1 hebt, dan kun je eigenlijk de kaarten die je daarin gescoord hebt, kun je gewoon in één keer vrijspelen in deel 2. Oh, oké, dat is eigenlijk wel fijn, even je progressie mee. Ja, anders ben je natuurlijk weer dezelfde kaart aan het scoren. En dat kan natuurlijk ook wel frustrerend zijn als je al zoveel uren hebt zitten in deeltje 1. Ja, trouwens, ik wil nog even inhaken. Ik vond het niet fraai, de balans in het begin. Want jij zei het ook al in de review en ik zag het meteen toen ik zelf de game oppakte. Die roos was veel te sterk. Iedereen die aan de plantenkant speelde, speelde die nieuwe roos. En die toveren iedereen kapot en dikke snipers of zo zijn. Ik werd er helemaal wous van. Dus ik vond de game heel erg fijn aanvoelen in de multiplayer. Maar de balans was niet fraai. Maar jij zei net tegen mij op de wandelgangen hier dat het dus wel... Er is inmiddels nu, gepatcht is. Echt sinds kort is er echt, sinds net eigenlijk is er een update uitgekomen en die moet het gaan fixen. Okay. Ik moet er nog mee spelen om echt te merken of het nou echt helemaal gewoon goed gefixt is. Maar in ieder geval ze luisteren, dus dat is heel fijn. Ja, nee, want ik vond die roos, ja, als iedereen die roos speelt, dan word je er ook een beetje mis van. Was echt OP. En je wil gewoon dat zombies en de planten gewoon echt 50-50 zijn, want dan juist zijn die modi, die multiplayer potjes zo vet. Ja, nee. Ze zijn ook heel, heel vet, maar ik hoop gewoon niet dat al die kinderen die waar ik tegen speel allemaal voor die roos gaan. En als het goed is dan nou gepatcht, dus daar hopen we dan maar op, want dan zit er tenminste een beetje balans in die game. Yes. Hey, laten we naar een conclusie toe praten. Je was heel erg goed te spreken over Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Hit me up, wat vind je ervan? Ja, het is eigenlijk gewoon een hele prima voortganger eigenlijk van het origineel. Kijk, ze hebben natuurlijk een story mode erin gegooid. Ja, dat is leuk, maar het voegt niet heel veel toe. Eigenlijk gaat het in de kern nog steeds om die multiplayer en die geeft echt ontzettend veel plezier. Nou moet ik wel als kritiekpuntje, of eigenlijk als puntje erbij zetten dat het nu in één keer volprijs is. Ja. Het eerste deel was eigenlijk voor een budgetprijsje werd aangeboden. Dus het kan nu wel in één keer zijn dat je denkt van oké, heb ik dat ervoor over? Maar er zit wel heel veel content in die game. Dus het is wel nu eindelijk een volledige game. Ja. Het is ook wel gerechtvaardigd. In ieder geval, als je echt een toffe en een beetje eigenlijk een gestoorde multiplayer shooter zoekt, dan is dit eigenlijk wel de game die je moet hebben. Ik ben het er helemaal mee eens. Oh, en splitscreen. Yes. Het werkt niet helemaal optimaal, want je kunt niks van de tekst meer lezen. Maar dat een game weer eens een keer zegt, we gaan een splitscreen in doen, ik vind het mooi. Heel tof, ja, dat ze dat weer eens in gedaan hebben, ja. Ja, ja. Kan ik tenminste weer een keer op de bank iets spelen met mijn vriendin of zo. Altijd leuk als je dat kan. Ja, we hebben anders niks te doen op de bank. Ja? Nee. Een goede film kijken of...